Nee, wat gaan we doen in het tweede seizoen zelf? Wat gebeurt er? Oh. Adrie Poldervaart, een 3-0 overwinning op AFC. En een eerste seizoen zelf die afsluit als vijfde. Dan sta ik hier met een tevreden man. Ja, grotendeels wel tevreden. Je moet eigenlijk tellen wat je hebt en niet wat je mist. Dus we staan vijfde. Het heeft wel te maken met dat sommige ploegen nog een wedstrijd te goed hebben. Maar voorlopig gaan we als vijfde de winterstop stoppen in. En dat is knap. Dan gaan we eigenlijk even over de wedstrijd van vandaag hebben. Hoe gingen we die in? Of hoe ging Barendrecht die eigenlijk in? Nou, zij speelden de laatste tijd wat verschillende systemen. We speelden tegen GVV 4-4-2 vlak of 4-4-1-1. Toen zijn ze geschakeld naar 4-3-3 en vandaag kwamen ze ineens met een 5-3-2. Nou, dat is wel mooi van mijn team, ik kan daar wel op anticiperen. Dus wij zijn 3-5-2 gaan spelen. En ik vond de eerste helft van onze kant te weinig creativiteit, zoals in de kleedkamer werd aangegeven. Te weinig dwingen. We krijgen wel twee goede kansen met Bas Maurits. Het moet eigenlijk 2-0 staan. We hebben eigenlijk niks weggegeven. Heel de eerste helft. Tempo was te laag, waardoor we ze niet echt konden verontrusten. De tweede helft ging dat gelijk veel beter. We moesten veel meer de hoeken aanlopen, dat deden we gelukkig. En daar kwam Rami zijn eerste actie vandaan ook, overtreding, penalty. Nou, en toen kwam gelijk daarna zijn 2-0, ja, toen brak er bij hun wel wat. Er is nog één goede kans gehad uit een corner. Ja, en die werd gelukkig naastgeschoten, was wel op het eind. Er zijn een paar keer in de 16 geweest, maar eigenlijk verder hoegenaamd niks. Dus, en dan maken we gelukkig nog een slotakkoord, 3-0. Dus meer dan terecht overwinning vind ik. Maar ik was niet zo tevreden over het uitvoeren, met name in de eerste helft niet, nee. Ja, want over die eerste helft, je gaat wat zeggen tegen de jongens in de rust. Want wat zeg je dan voornamelijk om die tweede helft toch een overwinning eruit te slepen? Nou ja, goed. Wat er is dat Eekman en Ali bij ons steeds vrij kwamen aan de zijkant. Omdat Van Hout en Willemsen niet doordekten. En die kwamen pas later. Nou, en op het moment dat ze wel doordekken, dan komen de hoeken vrij. Nou, die moet je aanlopen. Nou, moet je een soort target zijn, vaststaan, inspelen. En dan krijg je voetbal, dan gaat er iets gebeuren. Nou, dat deden we niet. Dus we hadden steeds onze twee spitsen tegenover drie centrale verdedigers. Maar er kwam gewoon veel te weinig uit. Daarnaast kunnen mijn twee tienen dat ook aanlopen. Ja, er was gewoon te weinig variatie. Het was steriel. Ja, dan verontrust je hun niet. En zij vonden het wel best. En het meest treffende was in de tweede helft toen we met 2-0 voor stonden. Toen bleven ze eigenlijk ook gewoon vet. En toen bleven ze eigenlijk gewoon hangend spelen. Ze afwachten, ze gaven geen volle druk meer. Ja, als je 2-0 achter staat en je gaat dan nog geen pressie spelen. Ja, dan geef je het eigenlijk wel een klein beetje weg. En ja, zoals we net zeiden, een eerste seizoen zelf die goed afsluit. Wat staat er in het teken voor Barendrecht eigenlijk in het tweede seizoen zelf? Nou, eigenlijk dit continueren. Ik vind wel dat we vanaf HHC, dus we hebben 5-6, we hebben de laatste 7 wedstrijden, pakken we 16 punten. Dus dat is hartstikke goed. Hè. Het is net waar je de scheidslijn legt, maar het is vanaf HHC naar de 3 verliespartijen. Ik vind dat we wel minder zijn gaan voetballen. Of teams zijn ons eerder vastgezet, waardoor we minder kunnen opbouwen, want dat is wel onze kracht. Maar we zijn, ook al staan we onder druk, vind ik dat we nog kunnen opbouwen. Ja, daar vind ik dat we in tekort zijn geschoten, dus dat moet echt wel weer naar buiten komen. Het zal misschien met vertrouwen te maken hebben, maar goed, als je 4 keer op rij wint, dan heb je toch vertrouwen genoeg, zou ik zeggen. Maar goed, vertrouwen is subjectief, want we verloren daardoor ook, terwijl je met vertrouwen naar Kozakken Boys ging. We moeten weer beter gaan voetballen, vind ik. Er moet nog veel meer nadruk op de bal liggen en nog meer daarin gaan bepalen, waardoor je dwingender kan zijn en waardoor een tegenstander moet anticiperen op ons en niet andersom. En ik denk dat we daarin onszelf veel meer pijn moeten doen. Want dat is onze kracht, dus daar moeten we weer naartoe, vind ik. Fiedeval, geniet van vandaag nog en succes in de tweede seizoen. Ja, dankjewel. Zullen we dat nog hebben. Bedankt. Hey, beste joh.